Dit is Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Welkom, dit is Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Gertrude Bakker, ik ben schrijfster en spreekster. Ik heb onder andere de Joodzie Jezus geschreven en ik heb een website waarin ik Hebreeuwse denken deel vanuit de Bijbel. De website heet Parels in de Torah. Van Babel door bitte water naar Golgotha. Gisteren lazen we over Babel, vandaag gaan we op naar Golgotha. Wat hebben de toren van Babel en Golgotha met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht helemaal niets, zo zou je denken. Echter, als je gaat kijken naar het Hebreeuws, dan zijn er wel degelijk overeenkomsten. In Babel, daar op de vlakte van Shinar, waren de mensen slaven geworden. Shinar lijkt op het Hebreeuwse woord China, wat slapen betekent. Geestelijk waren ze in slaap gevallen. Daartegenover waren ze fysiek steeds krachtiger geworden. Ze konden namelijk nu door de technische vooruitgang welvaart krijgen. Hier zie je het ontstaan van de massaproductie. Het lijkt deze tijd wel. Dat er mensen achter machines zich doodwerken voor een mooie kledinglijn kan te weinig mensen schelen. Zolang wij maar voorzien worden. Massa's kleding kunnen we produceren. Vier keer per jaar een nieuwe collectie. Dat we ondertussen enorme kledingbergen in de woestijn hebben liggen, waarvan de kwaliteit te slecht is voor verbranding, is voor te weinig mensen een alarmsignaal. We buigen voor het geld, de laatste mode. Allemaal om er mooi uit te zien, om een eigen naam te maken. Buigen voor de welvaart, om je eigen levensvoorziening veilig te stellen. We zijn niet anders dan de mensen in Babel. We laten anderen krom werken om ons doel in het leven te bereiken. Zelf buigen als maatschappij om economische doelen te halen, wat ten koste gaat van mens en natuur. De productie moet steeds weer omhoog. en moet meer winst gemaakt worden. De pakjesbezorger moet binnen een steeds kortere tijd zijn pakjes afleveren. De verpleegkundige moet met minder tijd meer patiënten verzorgen. Het hele systeem kraakt en zucht. Er is nauwelijks een geest van genoeg op een enkeling na. Mensen raken burn-out. Door de druk die ze voelen. Het is allemaal ten behoeve van de God van de economie, de God van de welvaart. Dit gebeurde ook in Babel en ook in Egypte. Hier komen de lijnen bij elkaar. Babel betekent naast verwarring namelijk in het Semitisch de poort naar God. Niet onze God, maar hun God. Zij zagen de welvaart als iets goddelijks. In Egypte dienden de Israelieten de goden al daar en dat gaf slavernij. Ze waren afhankelijk worden, geworden van de goden van de Farao. Hadden de mensen slecht te eten in Egypte? Zeker niet. Ze verlangden in de woestijn namelijk terug naar de vleespotten. Dat ze daar hard voor moesten werken, waren ze al gauw vergeten. Ze moesten zwoegen voor de goden van de Farao. Maar tegenover stonden de vleespotten. Toch wilden ze uiteindelijk een andere samenleving: daar waar welvaart niet telde. Uiteindelijk waren ze te diep gebogen en geknakt onder de druk van het presteren en konden niets meer dan stof happen. Toen God de Israëlieten weer wilde oprichten, een uitweg bood, grepen ze die dan ook in eerste instantie met beide handen aan. Later echter vergaat ze hun verleden en wilden de welvaart weer omarmen door terug te gaan. Op de avond van Pesach, wat voorbijgaan betekent, vertrok toen een hele grote groep uit Egypte. In Exodus 12, vers 38, staat er dat er ook een grote groep vreemdelingen van allerlei herkomst met hen meetrok. Het was een bonte verzameling van mensen die niet meer wilden buigen voor de afgoden. God zei voorafgaande aan deze uittocht hoe ze de avond moesten vieren, namelijk met bitterheid. We hebben het vertaald met bittere kruiden, maar zo staat het er niet. Ze moesten het ook vieren met een lamspotje en een matse. En er staat daarnaast dat ze de lende omgord moesten hebben, de schoenen aan de voeten en een staf in de hand. Waarom de lende omgord? Jeremia 13, vers 11, geeft het antwoord. Het zegt dat zo vast als een gordel gehecht zit aan het middel van de man, zo vast had God Israël en Juda aan hem gehecht. Je kunt deze gordel wel zelf afdoen, aan jou de keuze. God gaat het niet doen. Hij wil jou omgorden met liefde, gerechtigheid, wijsheid en kracht. Zo mochten ze klaarstaan om in die befaamde nacht weg te trekken. Na de uittocht gingen ze door de Rode Zee en kwamen in de woestijn Seur. Seur betekent wegdoen. Ze kregen dorst en bij Mara vonden ze water. Nu was daar alleen een bron met bitterwater. water. Was dat toeval? Ik denk het niet. Was dit een verwijzing dat hun lijden bitter was geweest? Zeker, maar dat was niet het enige. Bitter was hun afgoderij geweest in hun leven. En dat wilde God wegdoen. We gaan even naar nummer 5. Daar krijgt de vrouw die door haar man verdacht wordt van overspel, bitter water te drinken. Als ze schuldig is, zal dat haar onvruchtbaarheid geven, totdat haar buik invalt. Was Israël ook schuldig aan afgoderij? Zeker te weten. In Egypte dienden ze andere goden. Alle goden van Egypte hadden met welvaart te maken. De Farao was verbonden aan de zonne god Ra, die zorgde voor het leven op aarde. De zon moest elke dag weer opgaan. En dat kon door het dienen van Ra, wat inhield. keiterhard werken voor de Farao. Dat God de zon doet opgaan in genade, waren ze al kwijtgeraakt. God laat ze bitter water drinken om hen eraan te herinneren wat ze gedaan hebben. Toch wil hij ook niet dat ze onvruchtbaar worden. Hij wil hen oprichten en een nieuw leven geven. Ze moeten daarop een stuk hout in het water gooien. Dit stuk hout verwijst naar het kruis. Daar bij het bittere water werd als het ware het kruis in het water gegooid. om hen vrij te krijgen, los te maken van de schuld die ze wel degelijk hadden. Gods genade was zo groot. Nu gaan we verder op weg naar Golgotha. Ook wij zijn niet vrij van slavernij. Er zijn nu nog nooit zoveel slaven geweest. We hebben gemiddeld zelf twee tot drie slaven. En voelen ons ook zelf slaven van een systeem. Ons overspel is er. We knielen voor de welvaart. De god van de telefoon, de god van de hoogmoed. We zijn allemaal vergeten te leven in afhankelijkheid. Dit hier is ons Egypte. Daarop Golgotha kreeg Jezus bittere gal te drinken. Zo staat in het evangelie van Johannes. Waarom moest Jezus dit drinken? Ons Messias hing daar in eerste instantie voor de zonde van Israël. Israël was schuldig aan overspel. In Jeremia wordt dit expliciet genoemd. Eigenlijk zou Israël dit bittere water moeten drinken... voor het achterna lopen van andere goden. In Jeremia 3, vers 8 staat... Judah zag dat God haar zuster Israël om haar ontrouw had verstoten... en een scheidingsbrief had meegegeven. Ze was daardoor niet afgeschrikt... En gaf zich over aan ontucht. Ze ging ook zelf hoederij bedrijven. In Jeremia 9, vers 15 zegt God dat hij het volk galwater te drinken geeft. om het feit dat ze niet naar hem hebben geluisterd en achter de Baal zijn aangegaan. Israël wordt met een vrouw vergeleken in Jeremia: een vrouw die steeds opnieuw zich laat verleiden door andere mannen. Haar bruidige mis God, want hij had haar getrouwd in de Sinaï. De tien geboden waren de trouwbelofte zoals iedere Joodse bruid belofte kent. Deze trouwbelofte heet de ketuba. In het oude Israël moest de bruid deze uit haar hoofd leren. Israël had haar ja gegeven tegen God, maar konden het niet waarmaken en liepen acht andere mannen aan. Zijn we veel beter? Helaas. Ook wij zouden dit bittere water moeten drinken. Het zou ons ook schuldig verklaren. Jezus neemt onze plaats en zegt: "Geef mij die beker maar. Ik drink het voor jullie." De beker van overspel neemt hij aan, en de bittere gal die Jezus te drinken kreeg toen hij dorst had, was om te verwijzen naar de bittere water van Mara. Toen Israël vrij werd van de farao en zijn systeem door het hout in het water te gooien, waardoor het zoet werd. Zo hoeven wij dus ook dit vandaag niet te drinken, als we ons overgeven aan Hem, die voor ons wil zorgen. Die niet wil dat we buigen voor andere goden, die niet wil dat we in het stof liggen. Hij die wil dat we vruchtbaar zijn in de levens van andere mensen. Hij die niet wil dat we slaven zijn, nog anderen tot slaaf maken. Hij die wil dat we vrije mensen zijn. Wat niet wil zeggen dat we een eeuwige vakantie hebben, maar vrij zijn betekent. Verantwoordelijkheid op ons nemen en gaan leven in deze verantwoordelijkheid voor onze omgeving, onze natuur, de mensen om ons heen. Wat niet wil zeggen dat we het ook daarin ons moeten afpeigeren. Het is alles zijn werk, en zo mogen wij leven. Het is best een hele opgave, want dat zit in ons mensen om toch vooral ons leven, ons geld veilig te stellen en het zo goed mogelijk te regelen, zodat ons op financieel gebied weinig kan overkomen. Natuurlijk is het goed om erover na te denken hoe je geld het beste kunt reserveren voor de oude dag. Het wordt anders als het ons gaat beheersen en anderen gaan uitbuiten door bijvoorbeeld pandjesbaas te zijn tegen een hoge huur. Mijn schoonvader bad altijd dat onze ziel niet aan dit vergelankelijke leven kleven. Het klonk altijd mega grappig, maar ik besef nu pas de rijkwijde van deze zin. Laatst kreeg ik een kleine erfenis en opeens wilde ik het veiligstellen. Ik dacht: Stel je voor dat er inflatie komt en dan is het gewoon weg. Het ging mij beheersen. Dat is niet de bedoeling. Alles is van hem en niets is van mij. Hij zorgt voor mij. Met of zonder erfenisje. Leven in deze wereldtijd is leven uit genade. Is leven van de woorden die ons zijn voorgegaan. Is leven met open handen. Dat mag mijn dagelijks brood zijn. De vlakte, dat is deze wereld waar wij in leven. Maar we leven eigenlijk op de berg der kruising. En we mogen opgaan om te dienen. Niet onszelf af te matten en het veiligstellen van al onze aardse goederen. We mogen leven op een berg. We mogen, hoeven niet bang te zijn voor de bedreiging van onze welvaart. En we kunnen politieke keuzes maken die oprecht en eerlijk zijn. We mogen leven met open handen waarin we weten dat alles is van hem en niets ons toe behoort. Met open handen leven is alles loslaten. En vertrouwen dat hij voor ons zorgt in alle tijden. Rabbi Michal van alle stof leefde in grote armoede. Eens vroeg iemand hem: Rabbi, hoe komt het dat jullie elke dag zegenen met de woorden: gezegend is hij die al mijn nodig ledigt? Want als ik naar jullie leven kijk, het ontbreekt aan alles wat jullie nodig hebben. Daarop antwoordde Rabbi Michal. De Heilige, gezegend is Hij weet dat ik arm behoort te zijn en in die nood voorziet Hij.